aflevering van Holland Hotrods vanaf de Maasvlakte met een prachtige zon, prachtige achtergrond. En wat is nou fijner in dit mooie weer als alles toch al straalt om ook een hele stralende pick-up bij je te hebben. Deze 55er Apache en kijk die paintjob nou. Ik wil hier zoveel meer over horen. Zin in! Voor degenen die al langer kijken weten dat ik een eigenlijk eind jaren 60 Mopar guy ben. Dus ik kan niet heel veel vertellen over een 55er Apache. Maar wie dat wel kan, is de eigenaar Martin. Dus ik stel voor, Martin, kom erbij. Hey. Tof dat je er bent. Ja, goedemiddag. Ja, hi. Hoi. Dit is jouw auto. Dit is mijn auto, ja, klopt. 55er Apache. Ja. Chevy. En daar stopt mijn kennis. Echt waar? Ja. Ah. Ja. Ja. Nou, vertel. Ja, er zijn er een heleboel, maar dit is een 3100, dat is zeg maar de grote. Ja. Yeah. Stepside. Ja. Yeah. Fleetside, dat zijn rechterbakken, hier kunnen we opstappen. Stepside heeft de hump zeg maar aan de zijkant. Ja, ja. Klopt. Het is een big window. Ja. Yeah. Zeg maar het achterraam, die heb je ook nog met kleine raampjes, 2, 3. En big window is degene die dus rond. Dus het grote achterraam. Hoe ben je bij een 55 Apache terecht gekomen? Ik wilde eigenlijk een 47er hebben. Eentje gevonden en denk, nou, gaan we eens even proefrijden. Yeah. Maar ja, daar pas ik niet in met mijn lange benen. Zat je net iets te. Nee, dat was niet comfortabel. Dus, dus ja, je gaat zeggen, eigenlijk zeg je nu dat deze hele toffe auto je concessieauto is. Ja, in principe wel, ja, klopt. Hoe is deze op je pad gekomen? Autotreden nog, classic treden volgens mij. Het blaadje. Het blaadje. Hup. En dan zag ik hem staan en ik dacht, oh, grappig ding, weet jongen. Ouderwets, zo'n roestdeukjes en reclame op te doen. Ik dacht, oh, gaaf ding. Op een gegeven moment, een half jaar later, begon weer te kriebelen. Ik dacht, misschien toch maar eens gewoon bellen, misschien heb je hem nog. Ja. En, hij stond er nog. Dus, voor veel minder nu, een half jaar later. Die jongen had geld nodig voor een wereldreis. Dus daar heb ik gebruik van gemaakt, van die info. Op een gegeven moment leer je mensen kennen op meetings en zo. Yeah. En dan hoor je wel wat er het een en ander aan gedaan wordt om hem te customizen, zeg maar. Yeah. En dan ga je aan de slag. En dan loopt dat uit de klauwen. Bekend probleem. Ja, nou ja, wel leuk, maar Kwam je daar in dat proces in de val van ook nog even? Als in, ik doe dit, maar dan doe ik ook nog even dat? Ja, moet, en dat ook moet dan even ook. Ja. Ja, klopt. Dus je blijft doorpakken. En ja, goed, al met al heb ik het dan zeg maar toch wel 6 jaar in beslag genomen. Waar ben je begonnen? Hoe pak je zo'n project aan? Ja, eerst even een ander achterasje, weet je. Er is dan een truc achterasje onder. Dus heel snel optrekken en dan bij 80 hadden we overtoeren. Dus sperasje eronder en zo. En op een gegeven moment, dan wil je toch wel wat gaan doen met spuiten en noem maar op. Yeah. En dan kom je erachter dat er dus best wel wat plaatwerk aan zit en laswerk en zo. Dus dat laswerk heb ik allemaal zelf gedaan. Gaaf. En het strak maken, ik wilde een specialist laten doen. Denk, als het niet kan, dan moet je er maar gewoon afblijven. Maar het lassen lukt wel. De kleur. dit is, zo kwam die niet uit de fabriek in 55. Dat klopt. Ja. Wat is dit voor kleur? Ja, ik heb een keer op een meeting reed ik weg en er stond er een me aan te kloppen. Meneer, ik zei wat is dit voor kleur? Ik zeg oranje. Ik heb deze kleur laten mengen bij een special paint spuiter. Yeah. Die veel met de Harleys en Zundapjes en zo deed. En ik zeg in de fotoboek, ik zeg dat oranje vind ik heel mooi. Yeah. Dus die hebben we op de weegschaal hebben die gemengd. Er zit heel veel inkt zit erin. Dat kun je ook al zien aan de kleur van het schaduw, dat die helemaal mooi donker wordt. Het is zo een hoog contrast afhankelijk van hoe de zon hem raakt. Ik ben ook heel blij dat we op zo'n zonnige dag filmen, want er zit zoveel. Het is nog 2 componenten. Yeah. Ze mist helemaal zilvergrijs gespoten. En daarna oranje erop en dag 2 blanke lagen erop. En dat is het eindresultaat. Ja, dit is gaaf. Ja. Dit is heel gaaf. Dit is een custom kleur. Absoluut. Kan eigenlijk niet nagemaakt worden. Dus we kunnen stellen dat jij de enige 55er Apache hebt. In deze kleur. In deze kleur. Ja, klopt. Nou, dit is 5 liter, 305. 305 Chevy. 73 Monza blok. Oké. Okay. 350C bak erachter met een lock-up. Ja. Ja, Edelbrokje erop.
werkt perfect. Gewoon niks te geks, gewoon lekker cruisen. Ja, gewoon lekker, als hij het moet doen, dan doet hij het. Ja. En de rest is wel een fijn cruisebakkie. Dus, het is betrouwbaar. Ja, zeker wel. Ja, ja dat loopt perfect. Hij geeft geen slag verkeerd. En daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Ja, dat is top. Ik heb hier een custom made brandstof tank. Ja. Van aluminium. Netjes met slingerschotten erin. Tank hoort normaal in die cabine. Ja. Maar het klotst. Je ruikt het toch. Een beetje muffe lucht en zo. En, ik denk, nou weg dat ding daar. En, ja, ik ken het daaronder, maar daar wil ik eventueel nog eens een keer een gastank onderbouwen. Dus die ruimte heb ik gehouden, ook met plaatsing van mijn uitlaat in rekening gehouden. Dan heb ik wel hier in de cabine nu een kist gemaakt met subwoofer versterkers. Vond ik ietsje beter dus als een brandstank. Je hebt alles aangepakt, want het patina. Wat is dat laadbak? Is dat kant en klaar te bestellen of heb je dit hout zelf? Ja, het vloertje dat is Amerikaans vuren. Ja. Dus kwalitatief wel veel beter dan het Europese vuren. Er zitten 6 lagen jachtlak op. Oké, dat maakt tussendoor het helemaal schuren, polijsten. De laatste keer met waterproof 1000 om het allemaal shiny te krijgen. Ja. Ja. En op de laadklep, het Chevrolet logo zit er natuurlijk standaard ingeprint, maar ja, dat klopt. Is normaal. 1 kleur? Ja, daar heb ik bij een special paint spijten laten doen. Doet er iets leuks mee. Ja. Geef je het vertrouwen en dat is een gouden biest eromheen en een beetje schaduw. Ja, en, ja dat is top. Gaaf ik wilde eens wat anders met de Amerikaanse vlag en zo. Hij zei, maar dat is niet tijdloos, dat moet je niet doen. Ik zei, doen we het niet. Verouderd snel. Ja, hier heb je hem. Ja. Succes. Ja, bij interieur is normaal niet zo spectaculair. Is een trucje natuurlijk. Er zit een bank in en voor de rest niks. Ja, goed, we zijn best wel gehoorig, dus we hebben hem helemaal in de dynamat gezet. Oké, okay. Boven en onder? Ja, boven en onder. Bovenin ook een special. Kijk eens, custom hemeltje. Een hemeltje erin, netjes gestikt en alles. Dievenwerk. Ja, slecht werk hoor, om erin te zetten. Dus deurpanelen gemaakt met Alcantara, die handgrepen iets uitgevuld, anders kon je arm er ook niet op. Ja. Tapijt is Mercedes-tapijt. Hij zegt, dat is lekker slijt vast. Ik zei, nou moeten we dat maar nemen. Want je maakt veel kilometers. Ja, bijvoorbeeld. Nee, ja goed. Stuurwiel, wel grappig. Dat heb ik in Amerika besteld. Ja. Vrienden van ons die gingen daarheen. Naar een grote show. Ik zei, die en die artikelnummers. Dus ja, die gingen netjes mee in de koffer. Nee, dus dat was wel grappig. Dus, en dat... Ik neem aan dat die vlammen, dat je custom versnellingspook is. Dat is mijn versnellingspook, ja, klopt. Ja, die is normaal is natuurlijk recht, maar ja, dan komt die tegen mijn knie aan. Dus we hebben even wat anders opgemaakt. Even, dus, het is wel een creatieve oplossing. Ja, mooi. En het past in de hele streetrod-stijl natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. En alle knopjes en het V8 dingetje, is dat vanzelf al chroom of is het bewust een keuze geweest? Ja, die V8 dat is gewoon een plakketje, maar voor de rest is alles chroom, originele knoppen en zo. Dus, en dat zijn dan van de defenders onder om frisse lucht beneden te krijgen. Ja. Warme, koude, ventilatormotor, weet ik het allemaal. Top. Dus een dashboardkastje, daar heb ik de radio in gebouwd. Dus die is netjes uit zicht. Die zit netjes weggestopt. Ja. En dan achter de bank een kistje met subwoofertje, versterkertje, een beetje... Cruisable maken. Dus dat je ook de lange ritten gaat. Ja, gewoon lekker. En hier staat Martens Hot Rods. Ja, gewoon leuk. Gewoon even... gewoon leuk, even laten borduren. Even eigen maken. Ja. Aan de andere kant heb ik het van mijn kinderen erin laten zetten en vond ik wel grappig. Is ook een beetje hun auto. Ik krijg ruzie hoor als ik hem verkoop. Ja, wat vinden ze dan van de auto? Hoe is het voor hen om hiermee... Ze weten niet beter, dus als ik zeg voor jou gaan verkopen, nou dat... krijg je er niet door thuis? Nee, dat gaat hem niet worden. Dan moet ik er eentje bij zetten. Ja. Ja. Je kids zijn helemaal gek op de auto natuurlijk. Ja, zeker. Maar is dit voor jullie dan echt de zondagauto? Is dit de auto waarmee de ijsjes worden gehaald en dat soort dingen? Of? Ja, gewoon even een rondje, gewoon even lekker rondje rijden, even hoofdje leeg maken of wat je zegt, even ijsje halen, even op het strand en wat ik veel dan. Eigenlijk gewoon genieten van het rijden. Ik stel voor dat we dat dan ook gewoon lekker gaan doen. Goed man, zin in. Yes. Kan we doen. Jee. Van Holland Hot Rods. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik wel. Ik rijd met Martin mee. Vergeet niet te liken en te subscriben. En tot de volgende keer. Doei!